reminder to say, well, we're not here. Bij het team? Dit is mijn vierde seizoen. Het eerste seizoen waren we tijdskampioenschap derde. Het tweede seizoen liep de eerste week heel goed, de tweede week heel slecht. Toen werden we zevende nog. En vorig jaar waren we tweede. Ja, uiteindelijk is het doel om nog een plekje hoger te eindigen. Ja, daar gaan we voor. En wat voor oefeningen doen jullie dan zo? Ja, heel veel boeironding, heel veel overstaag, heel veel grijpen. Veel bewegen aan boord. Alles moet vanzelf gaan, automatisme worden. Hoe serieus wordt er getraind? Ja, wij trainen één keer in de week. Ja, ik vind dat niet heel serieus. Dat is vrij relaxed. Één avondje in de week, dat stelt op zich niet heel erg veel voor. We proberen het maximaal op zo'n avond. De tijd maximaal te benutten. Maar dat is gewoon lastig om meer dan één keer in de week te trainen met een hele bemanning. Als je één keer in de week traint, is niet veel. Één keer in de week anderhalf, twee uur. Ik denk als je dubbel zoveel tijd in je training investeert, dat je met sprongen vooruit gaat. Ja. Maar goed, dat ligt nog best wel gevoelig allemaal. In de scootjewereld, stel je voor dat je twee keer gaat trainen, dan... Ja, dat vindt niet iedereen zo leuk, heb ik het idee. Hoe kijken de scootsersielers van dit team tegen jou aan? Toen er eens een trainer aan boord loopt? Dat zou je moeten vragen. Ik denk dat ze wel heel veel vertrouwen hebben in mijn kunde. Ja. Ik heb nog nooit twijfel gemerkt op het moment dat ik bepaalde keuzes maak. Nee, ik ben gelukkig ook heel vrij in bepalen van wat er gebeurt, wat we doen. Qua tactiek en strategie. En verder bespreken we alles. Nou, we kennen jou van het schakel, van de zes kwadraten, primas in de pares. Dat is een heel andere vorm van zeilen. Ja, ook weer niet. Ja, het blijft toch zeilen. Het is... Ja, je even een klapje tussendoor, dat doe je met een scootje niet, maar verder verschilt het niet zo heel erg. Ik vind het grootste verschil is dat je nou met een groot team te maken hebt. Verschillende mensen, je moet iedereen kennen aan boord, je moet elkaar leren kennen. De manier van communiceren is afhankelijk per persoon. Maar we kennen elkaar heel erg goed. We zijn een hele winter met elkaar in de turnhal in Heerenveen geweest. Eco-coaching. Daar hebben we elkaar zo goed leren kennen. Ja, op het moment dat er iets is, wordt niks binnengehouden. We bespreken alles gelijk. En tot nu toe hebben we nog nooit heibel aan boord gehad. Wat is eco-coaching? Eco-coaching... Houdt in dat je door middel van fysieke oefeningen het mentale stukje aanpakt. En dan niet zozeer omdat het fysiek zwaar is, maar je wordt uitgedaagd om na te denken over wat je doet en waarom je het doet. En om niet drie keer dezelfde fout te maken, maar dan eens te gaan kijken van kan het ook anders. En desnoods doe je het weer helemaal fout, maar je doet het in ieder geval anders. En dat doen jullie dan met het hele team? Met het hele team, ja. En daar hebben we elkaar enorm goed leren kennen. Elkaars krachten en ook communiceren. Augustus is het Nederlands kampioenschap, SKS.
Wat gaan we van Innerwoude, kunnen we daarvan verwachten? Ja, 100% inzet. Ja. En een plekje op het podium? Dat is het doel, ja. Ja. Ja, nou, het uiteindelijke doel, we willen natuurlijk op de hoogste plek eindigen. Er zijn er meer die dat willen. Dat is wel het doel. Daar gaan we voor. Daar doen we het voor. Daar doen we dit allemaal voor. Ja, vorig jaar waren we tweede. En we hebben een paar hele slechte wedstrijden gevaren. Als je die... als je het op die momenten wat beter doet. Goed, de anderen hebben ook mindere wedstrijden gehad. Ik denk wel dat het mogelijk is. Misschien dat je een beetje geluk erbij moet hebben. Het zit er zeker in. Ja, maar het gaat niet vanzelf. Het gaat niet makkelijk worden. Dus er moeten nog wat dinsdagavond, woensdagavond getraind worden. Zeker, ja.